zondag 5 januari organiseerde Scouting Oosterwijk en Wijkcentrum Paddenschuur een fantastisch vreugdevuur in het Willem van der Aa Park. Vanaf 2 uur konden buurtbewoners hun kerstboom aanbieden en toen de stapel hoog genoeg was, werd om 4:30 het vuur ontstoken. Kleine jongetjes doen niets liever dan fikkie stoken, maar grote jongetjes doen dat blijkbaar ook nog heel graag. En de buurt mocht ervan meegenieten. Op zaterdag 4 en zondag 5 januari speelde Marleen Groenland van Poppentheater Het Groene Land de voorstelling Dag Koningin van de Nacht. Dan doen we toch zeker iets met 3 koningen. En dan zie ik hier ook allemaal al koningen met mooie kronen op. En, kijk, dit zijn er ook 3. Voor de volwassenen, misschien kennen jullie van vroeger nog 3 koningen. En 3 koningen is uitgeroepen tot cultureel erfgoed. De kinderen, verkleed als de 3 koningen, oefenden het zingen. En daarna trokken ze met hun papa's, mama's, opa's en oma's naar het natuurtheater. 3 koningen heeft mij een nieuwe hoed. Mijn oude is versleten, mijn moeder mag niet weten. Mijn vader heeft het geld al op de toonbank binnengeteld. Ook hier werd nog eens flink geoefend. Mijn moeder mag het niet weten. Mijn vader heeft het geld al op de toonbank neergeteld. En hoe kan het ook anders? Het feest eindigde met warme chocolademelk. Dames en heren, van harte welkom. Namens alle organisaties die zometeen door Henny van Schoten, voorzitter van de Stichting Weekend Kunst, genoemd zullen worden. Van harte welkom en ik ben echt aangenaam verrast dat jullie met zoveel mensen hebben willen komen bij deze kooi weer. Om te laten ervaren dat we hier dus midden in onze mooie provincie Noord-Brabant zijn. Het bijzondere is namelijk dat we 3 middelpunten hebben. De Benelux, hier van de gemeente en ook in de gemeente Oosterwijk ligt het middelpunt van de gemeente Noord-Brabant. Dat gaan we ook met een bord markeren. Inwoners van Heukelom, Moergestel en Oosterwijk die steken graag samen de handen uit de mouwen om in het leven van Brabant iets moois te maken. Dit initiatief, namelijk dit bord, is een begin van een reeks van 30 borden. En het is een initiatief van inwoners, dus zoals ze zeggen van onderop of vanuit de samenleving, is dit bord tot stand gekomen. En je moet hierbij denken aan de organisaties, de Heemkundekring, de Kleine Meierij, Natuurmonumenten, Stichting Oosterwijk 800 Spot en de Stichting Weekendkunst. Franskapteins van Natuurmonumenten, omdat met de bank die door hen is geschonken, hij staat hier, ook weer een bijzondere plekpleister is gerealiseerd. Oosterwijk, Moergestel en Heukelom, sinds 1997 één gemeente. 3 kernen die samen een eenheid vormen in verscheidenheid. Eén van die Brabantse gemeenten waarin de inwoners voortdurend laten zien samen iets voor elkaar te kunnen krijgen en iets voor elkaar te willen betekenen. Het jaar waarin we Oosterwijk 800 vierden bleek achteraf een hele goede aanleiding om ons meer bewust te worden van de kracht die in onze samenleving schuilgaat. Graag zeg ik dan ook namens het gemeentebestuur dank aan ieder die op een of andere manier betrokken is bij dit mooie initiatief. En ik onthul dadelijk graag namens het gemeentebestuur dit informatiebord als middelpunt en daardoor tevens als symbool en teken van onze onderlinge lokale verbondenheid. Thank you.
Het middelpunt van de gemeente Oosterwijk ligt op de plek waar de Van Tienhovenlaan overgaat in de Heilige Boom, niet ver van het bezoekerscentrum van natuurmonumenten. Fotoclub FOMO hield op 10 tot en met 12 januari weer zijn jaarlijkse expositie in Tiliander. Als zo'n expositie er eenmaal helemaal ingericht staat, realiseer je vaak helemaal niet hoeveel tijd en energie er gestoken moet worden in de inrichting daarvan. Er hangen dit jaar ruim 100 foto's. Een gevarieerde verzameling van straat, portret, architectuur en abstracte fotografie. Daarnaast was er een doorlopende, boeiende AV-presentatie. Dames en heren, beste fotovrienden, van harte welkom. Voor degene die mij niet kent, ik ben Jos de Korte. Ik mag sinds een paar jaar al voorzitter zijn van FOMO. En het is altijd een genoegen om zo snel na de jaarwisseling weer zoveel mensen te zien bij onze expositie. Een jaar geleden stond ik hier en toen kon ik u melden dat wij in 2013 ons 30-jarig bestaan zouden vieren. U bent van ons gewend dat wij elk jaar iemand anders vragen om de expositie te openen. En dit jaar zijn wij bijzonder blij dat we Hans Soeter bereid hebben gevonden om ons te komen helpen, de aftrap te geven. Vooraf even een bedenksel over fotografie en kunst. Is fotografie kunst? Vraagteken. Fotografie is een medium, een techniek of een vak, zo je wil. Pasfoto's zijn toch geen kunst? En reproductiefoto's en röntgenfoto's en politiefoto's toch ook niet? Natuurlijk zijn er ongelooflijk veel foto's die kunst zijn. En is er fotografie die kunst is? En zijn er fotografen die kunstenaars zijn? Ik stel voor dat we naar die fotografen dadelijk maar eens op zoek gaan. En dan wel via hun werk. De foto Stapelverliefd van Helmi Kremer werd zeer hoog gewaardeerd. Het chapeau. Welkom bij de vierde uitreiking van het Gouden Pirker. En de winnaar voor het Gouden Pirker 2014 is Coöperatie Zorg voor Elkaar Oosterwijk. Van harte proficiat. De check voor jullie. Ik ga lekker even met z'n vieren op de foto. Je houdt lekker met z'n vieren vast. En bellen mij eens op. In het Pirker Donders paviljoen om voor de vierde keer het Gouden Pirker uit te reiken. En deze prijs die wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of een organisatie die zich op een onderscheidende manier inzet voor een van de 7 werken van barmhartigheid. Maar allereerst wil ik toch hier tot uitdrukking brengen dat wij trots zijn dat we hier staan, in het huis van Pirker Donders. Barmhartigheid. En ook gerechtigheid. Zorgen dat iedereen op zijn of haar manier ook aan zijn trekken kan komen. En daarvoor de voorwaarden scheppen. En dat is wat het voor ons als initiatiefnemers het zo bijzonder maakt om nu hier te mogen staan en deze prijs in ontvangst te mogen nemen.